Vanuit de rijtuigenloods in Amersfoort is dit Toekomstmakers live vanaf Nano City 2015. Goedemiddag en welkom terug bij Toekomstmakers. Deze uitzending duiken we in de toekomst van energie en de invloed van nanotechnologie daarop. Want we kunnen tegenwoordig stroom opwekken zonder dat we daar elektriciteit voor nodig hebben. Stel je voor dat we dadelijk zonder gas- en kolencentrales kunnen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Bij bedrijf Solmates in Enschede, ze worden ook wel de ASML van de toekomst genoemd, zetten ze hiermee al de eerste stappen. Nanotechnologie kan met dit getril een hele hoop. Door de trillingen van de autoband kun je lokaal energie opwekken. Het werkt volgens een principe dat we al kennen. In een aansteker zit piezo-elektrisch materiaal dat mechanische energie omzet in elektrische energie. In een aansteker heb je een grof bulk materiaal in gebruik. Bij Solmates, we deponeren dezelfde soort materiaal, maar dan op nanoschaal. Daardoor is het mogelijk om bewegende onderdelen aan te brengen op chips zonder stroom van buitenaf. Een doorbraak in de chipindustrie. Denk aan een superklein vloeistofpompje of een minuscule zoomlens voor je telefoon. Solmates heeft al Bosch en Philips als klanten. Een droom voor ons en denk ook voor onze klanten, dat is dat ze dankzij deze apparaat een nieuwe toepassing kunnen ontwikkelen. En dat ze zonder deze nieuwe depositietechniek, dat ze deze toepassing niet zouden kunnen aan de bracht kunnen brengen. Zo is het straks mogelijk om via nanochips in je kleding energie op te wekken. Dan kun je gewoon door te bewegen je telefoon opladen. Toch bij mij aan tafel Guus Reinders, hoogleraar van de Universiteit van Twente. Je kent deze jongens, hè? Ja, die ken ik. Ja. Ze komen van jouw afdeling? Ja, ze zijn bij mij gepromoveerd in onze groep. Daar kan ik wel trots op zijn, of niet? Ja, dat vind ik heel leuk, ja. Maar hoe mooi ook, ik denk wel dan een beetje, oké, energie opwekken met hardlopen. Ja, ik vind het sympathiek. Maar het zijn natuurlijk niet echt zoden aan de dijk als je kijkt naar waar we heen moeten qua duurzame energie. Nee, dit zet niet heel veel zoden aan de dijk. Maar aan de andere kant, ik denk dat je ook wel een smartphone hebt. Die moet je elke dag opladen, zoals bijna iedereen. Het zou toch aardig zijn als je een rondje gaat lopen dat je die smartphone weer voor de helft kunt opladen. Ja, de helft. Ja. Ja. Nou, alle kleine beetjes helpen. Alle kleine beetjes helpen. Ja. Maar hoe zou het bijvoorbeeld kunnen voor auto's, onze accu's? Zouden we dat dan ook nanotechnologie kunnen gebruiken? Nee, voor de accu zou ik het nog niet gebruiken. Maar bijvoorbeeld sensoren die in banden steeds meer toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan je druksensoren in een band. Dan is het wel heel erg lastig om in een draaiend object om daar stroom te leveren. Dus als je dan uit de trillingen een beetje energie kunt halen en dan die sensoren kunt bekrachtigen, dan heb je dus een probleem opgelost. Ja. Dus daar is het wel heel erg nuttig voor. Ja, en zijn er dan bedrijven in Nederland die hiermee bezig zijn? Want ja, we hebben natuurlijk zelf niet echt een auto-industrie en ook geen accu-industrie. Nee, dat klopt. Hier is er niet. Dat betekent dat we voornamelijk aan het onderzoeken zijn. En onder andere Holcentrum is daarmee bezig geweest om te kijken of daar innovaties mogelijk zijn. En het is ook even wachten op een toepassing. Want zodra bijvoorbeeld de automobielindustrie wordt gedwongen om sensoren in banden te plaatsen, hebben ze ook dat stukje energie nodig. En dan kunnen deze technologieën weer toegepast worden. Ja, maar gedwongen worden, hoe zou dat moeten nou, doen? Nou, bijvoorbeeld als je banden van vrachtwagens, die moeten al op spanning zijn. Dus daar zitten al sensoren in. En daar zit af en toe een batterijtje in die die sensor bekrachtigt. En dat is wel lastig, want dan moet je wel elke keer zorgen dat die batterij vol is. Dus daar kan dat dus een innovatie betekenen. Ja, en wat kan ons dat dan opleveren? Kun je dat concreet maken? Nou ja, goed, in de termen van energie niet zo heel veel. Alleen dat het makkelijker te hanteren is en dat het altijd blijft doen. Maar je kunt je ook voorstellen dat we hebben ook een heel treinennetwerk. Ook treinen die trillen enorm. Mm-hmm. En treinen die over het spoor dendert. Nou ja, je hoort hem al van verre aankomen. Er zit natuurlijk ook heel veel energie in. Dus als je daar bijvoorbeeld sensoren in het spoor wil hebben, en ook daar mogen we heel weinig draden toegepast worden, kun je dus ook energie uit trillingen halen en daarmee de sensoren weer bekrachtigen. Ja, maar dan is het eigenlijk puur om die sensoren zelf in werking te houden. Ja, ja. Dat klopt. Ja, dus dat scheelt dan uiteindelijk iets. Ja. Maar een andere toepassing zou bijvoorbeeld kunnen zijn, bijvoorbeeld voor toepassingen in de medische zorg.
Een pacemaker heeft ook een batterij nodig. En die moet in zoveel tijd moet die vervangen worden. Nou, stel eens voor dat je die piezo-materialen in je lichaam zou kunnen inbouwen. En er zijn al ideeën voor, bijvoorbeeld in de knieschijf, om die in te bouwen. En je zou daarmee een pacemaker kunnen opladen. Dat voorkomt weer dat je om de 5 jaar geopereerd moet worden. Ja. Dus er zijn heel wat innovaties mogelijk en die zullen zeker in de toekomst komen. Dus we zullen dadelijk in onze samenleving heel veel apparaten zien die in ieder geval zichzelf draaiende kunnen houden. Exact. Okay. Nou, we hebben dus net kunnen zien, we kunnen dus stroom opwekken zonder elektriciteit met nano. Bij Energiecentrum Nederland zijn ze ook bezig met nano in onze zonnepanelen. Ja, net als veel Nederlanders heb ik thuis zonnepanelen. Alweer een aantal jaar geleden gekocht. Ik vond ze best wel duur. Ik heb begrepen dat hier iemand is, Frank Lensman, die is van het Energiecentrum Nederland. Die kan ons vertellen dat die zonnepanelen goedkoper gaan worden. Ja, dat klopt. Zonnecellen kunnen nog goedkoper worden door het materiaal wat een groter aandeel van de kosten in een zonnepaneel voorstelt, namelijk het silicium, nog veel dunner te maken. Dat silicium, dat is dat blauwe wat we kennen van zonnepanelen. Hoe kan je dat nou dunner maken? Maar door de toepassing van nanostructuren aan het oppervlak van de zonnecel kan er nog steeds net hetzelfde rendement uitgehaald worden als uit een dikke zonnecel, maar dan door gebruik van veel minder materiaal en dus ook veel minder kosten. Hoeveel minder? 90%, misschien nog zelf meer dan 90% van het silicium kunnen verlaagd worden. Wauw, dus dan worden ze ook een stuk dunner en het lijkt me beter voor het milieu. Klopt precies wat je zegt, ook voor het milieu is dat zeer voordelig, omdat de milieuschade die ook veroorzaakt wordt door elke industriële proces, dus ook voor het maken van silicium, daardoor verder beduidend verlaagd kan worden. We zien al een paar mooie concrete voorbeelden, hè, hoe we dat aanpakken in Nederland. Vind je dat we alle kansen op nanogebied ook goed pakken? Nou, als ze allemaal goed pakken, dat durf ik niet te zeggen, maar we doen het al redelijk goed. Solmets is een heel mooi verhaal als het voor een start-up, een klein bedrijf. ASML is natuurlijk een hele grote die zich eigenlijk ook bezighoudt met nanotechnologie voor de halfgeleiderwereld. Maar je zag een voorbeeld voor zonnecellen. Ook daar doen we het in Nederland erg goed als het gaat om het leveren van machines die bijvoorbeeld die zonnecellen kunnen maken. Dus als we in staat zijn om zonnecellen dunner te maken en daarmee minder materiaal nodig hebben, efficiënter maken en daarmee ook weer minder materiaal, dan leveren we toch echt wat toe aan die zonnecelwereld. Nou, heb je wat spullen meegenomen nog? Ja. Want je bent toch de man van de materialen, hè? Met nano in dat de materialen. Klopt. Dan zie ik hier een badminton racket liggen met nanospeed. Nou, ik weet niet hoor, dan zou ik wel wereldkampioen zijn, denk ik, als ik zo zou kan slaan. Maar wat helpt dit dan aan zo'n racket? Ja, dat is een hele goede vraag. Volgens mij, als je goed kijkt, hè, dan staat er ook inderdaad nanospeed op. En je ziet eigenlijk weer een materiaal. Hè. Materialen die maken echt verschil in de sport. En wat heel belangrijk is, en ik heb vroeger ook getennist, niet gebadminton, maar getennist, is als je slaat, dan krijg je heel vaak dat trillingen overgegeven worden naar je spieren. En dat op een gegeven moment krijg je er last van. Dan krijg je een tennisarm. Dan krijg je een tennisarm bijvoorbeeld. Dus daar werd vaak wat de noppen in gebracht of zo. En als je dus die mechanische eigenschappen van dit materiaal zo aanpast, en dat kan met composieten waarin je ook nanodeeltjes gebruikt, dan kan dus die energie geabsorbeerd worden in dit steeltje. En dan wordt het niet doorgegeven aan je pols. Ja, ja, ja. Dus zo kun je verschillende mechanische stevigheid geven en aan de andere kant trillingen voorkomen die doorgegeven worden. En merk je dat dan echt aanzienlijk? Of zijn dat maar echt nanoverschillen, zeg maar? Ja, ik denk niet dat het nanoverschillen zijn. Want volgens mij is het zo dat voor tennissers zullen zeker merken dat ze met dit soort records minder snel last krijgen. En dat geldt dan denk ik ook voor die hockeystick. En daar heb je nog een, of niet? Ja, dat is hetzelfde. Dat is ook gemaakt van datzelfde composiet. En wat heb je daar dan nog? Nou, dit is een goedje wat je op je glas van je raam van je, bijvoorbeeld van je auto kunt smeren. En die zorgt er eigenlijk voor dat regen niet blijft plakken op je ruit, maar eigenlijk als parels eraf druipen. Maar dan heb je die ruitenwissers niet meer nodig. Dan heb je ruitenwissers niet nodig. Je kunt dus heel goed zien, maar het neemt ook direct het smeer mee. Dus ik weet niet of je het lotus-effect kent. Hè? Dus een lotusbloem, daar liggen ook de druppels er los op. Ja, en precies. Dit materiaal zorgt ervoor dat dat ook op glas gebeurt. En aan wat voor spannende projecten werk jij dan nu? Kun je nog een klein tipje van de sluier? Ja, nou, een heel mooi spannend project wat ik zelf vind is dat we bijvoorbeeld ziektes vroeg tijdig moeten opsporen. Er zijn een aantal ziektes, als kanker of longziektes, die je vroegtijdig zou moeten opsporen, zodat ook de kans op genezing ook het grootste is. En we zijn bezig om in urine, maar ook in adem, met nanosensoren,
die biomarkers te detecteren die zeggen dat je een bepaalde ziekte wel of niet hebt. En daarmee heel snel naar een ziekenhuis. Ja, dus nanotechnologie en sensoren door eerder ziekte kunnen opsporen. Ja. Oké, fantastisch. Heel veel succes met dat onderzoek. Dank u wel. Dank voor je komst. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar later deze middag zijn we terug om inderdaad beter te kijken naar de kansen die nanotechnologie biedt voor de bedrijven in Nederland die zich ermee bezighouden. Dat zijn zo'n kleine 500 MKB-bedrijven, dus dat is behoorlijk wat. Tot later. Dag.